Nou, fijn dat we kunnen beginnen met deze webinar. En ik wil heel graag hartelijk welkom heten, Marit. Jij als auteur van dit boek, Waardevol Hooggevoelig. Dat is een boek dat is verschenen bij ARC Media en daar ben ik uitgever bij. En ik ben heel trots dat we dit boek hebben uitgegeven. Het is al in een tweede druk inmiddels verschenen, dus het loopt heel goed. Dus gefeliciteerd daarmee, Marit. Dankjewel. Ik vind het heel fijn dat we even de gelegenheid hebben om over je boek te praten. Jij gaat zo meteen een korte introductie geven over je boek. Waarom heb je het geschreven? Waar gaat het over? Ja. En er zijn ook van de kijkers. Er zijn inmiddels heel veel kijkers die meekijken, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. Zijn er vragen gekomen? En jij wil een aantal van die vragen in je verhaal gaan beantwoorden. Nou, om nog even over jou wat te vertellen. Je bent auteur en je bent ook opgeleid als psycholoog. Je bent in je werk heel veel bezig met kinderen. Met name als het gaat over hoogbegaafdheid. Daar ligt jouw specialiteit. En je werkt ook als het gaat om hooggevoeligheid. Werk je ook met kinderen en met volwassenen. En daar heb je dit boek ook over geschreven. Nou, ik wil je heel graag vragen om wat te vertellen over je boek. En nou, ik zou zeggen, ga je gang en dan kom je zo meteen alleen in beeld als het goed is. En als jij je verhaal hebt gedaan, dan neem ik het weer even over. En dan gaan we over op de vragen en dan kom ik weer terug in beeld. Helemaal goed. Nou, dankjewel voor deze introductie. Waarom ik dit boek geschreven heb? Mijn hart ligt bij inderdaad hooggevoeligheid. En ik werk er natuurlijk veel mee, wat net ook al werd gezegd. Veel van de hoogbegaafde mensen die is ook hooggevoelig. Maar er zijn ook een hele groep mensen die inderdaad gewoon alleen hooggevoelig is en niet hoogbegaafd. Voor de mensen die het nog niet weten, de percentages, maar het is 1 op de 5 mensen die hooggevoelig is. Het is best wel een heel groot deel van de bevolking. Wordt ook steeds meer aandacht aan besteed. Het is ook best wel een heel actueel thema. En er zijn ook echt wel al meer boeken over hooggevoeligheid. Alleen wat ik persoonlijk miste was een boek waarin naast de basisinformatie erover dat er ook meer verdieping kwam of was in het boek. Maar ook dat het heel erg gelinkt werd aan het geloof. Dus dat heb ik heel erg geprobeerd in dit boek. Dat de eigenschap hooggevoeligheid ook gelinkt wordt aan het christelijk geloof. En ook bepaalde dingen die je bijvoorbeeld bij Jezus ziet of in andere Bijbelverhalen en hoe je dat kan toepassen op hoe jij kan omgaan met je eigen hooggevoeligheid. Dus dat Bijbelse aspect, dat heb ik er heel graag in willen verweven. En dat vond ik meer waarde aan het boek wat ik nu geschreven heb. En helemaal voor in het boek staat ook de Bijbeltekst uit Lucas 10 vers 27. En dat is: heb de Heer uw God lief met heel uw hart. En met heel uw ziel en met heel uw kracht. En met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dat is de tekst eigenlijk waarop ik dit boek heel erg gebaseerd heb. Dus dat het aspect God naar voren komt, het aspect jezelf en het aspect van de naaste. En zo is het boek eigenlijk ook in 3 delen opgedeeld. En wordt in elk deel iets anders besproken ten opzichte van hooggevoeligheid. Dus dat is een beetje de introductie denk ik over het boek zelf. Dus ik ben benieuwd naar de vragen, Pieter. Nou, allereerst ben ik wel benieuwd, Marit. Even als we nou nog even naar het boek kijken. Er staat een mooie steen op. Of een mooie parel. Wat, heb jij veel met stenen, met parels? Hoe is dit op het boek terechtgekomen? Waarom? Ik heb in het... De start van het boek heb ik iets geschreven over een diamant en over diamantwinning. Oh ja, diamant moet ik zeggen natuurlijk. Ja, het is een diamant inderdaad. En een diamant is eigenlijk in eerste instantie verstopt en die moet echt opgegraven worden. En zo kan je het als hooggevoelig persoon ook ervaren. Dus dat je eigenlijk echt een schat in je hebt zitten, maar dat je eigenlijk nog mag leren ontdekken wat de waarde ervan is en hoe kostbaar het eigenlijk is. Dus dat is waarom we gekozen hebben voor
zo'n diamantenhart bijvoorbeeld van boek. Ja, mooi. Ja. Nou, het diamant komt ook in het hele boek steeds terug, wel gezien. Ja. Dat is mooi. Klopt. Nou, er is een vraag van een van de mensen die meedoet binnengekomen. En dat is, je hebt het over hooggevoeligheid. Mensen spreken ook wel over overprikkeling. Is dat hetzelfde? Is het verschillend? Kan je daar wat over vertellen? Ja. Ja, die twee termen worden inderdaad heel veel in combinatie met elkaar gebruikt. Komen ook heel veel in combinatie voor. Maar ze zijn wel echt anders. Hooggevoeligheid is eigenlijk een manier van hoe je hoe prikkels binnenkomen en hoe je daarmee omgaat. En overprikkeling is eigenlijk het resultaat van te veel prikkels binnen hebben gekregen. Dus daar is dat is zeker een verschil. Ja, dat is echt wel een verschil. Ik denk dat het ook heel goed is om gewoon heel eventjes kort te benoemen wat hooggevoeligheid nou is. Want als ik dat oversla, dan kunnen er misschien verschillende beelden over ontstaan. Wat heel belangrijk is bij hooggevoeligheid, zijn vier aspecten die eigenlijk aanwezig moeten zijn. En dat is het eerste dat het aangeboren is. Het is niet 100% nog bewezen, maar daar lijkt het wel heel sterk op. Dus aangeboren, er is een grote gevoeligheid voor prikkels. Dat betekent dus dat je meer informatie, prikkels, details, wat dan ook, waarneemt en ook opneemt. De derde is dat je de prikkels ook diepgaand verwerkt. Alles wat jij binnenkrijgt aan informatie, dat moet je een plekje gaan geven. Dan ga je koppelen aan eerdere informatie. Wat er ook voor zorgt dat je vervolgens heel veel verbanden kan leggen. Dus dat zorgt ook voor creativiteit. En de laatste is dat je sterk kan reageren op prikkels. En dat heeft dan weer vaak te maken met dat je, als het dus te veel wordt, hè, dat even ook die overprikkeling. Dan kan je bijvoorbeeld gestrest raken, oververmoeid, emotioneel. Nou ja, dat soort zaken. Dus dat zijn echt wel aspecten die belangrijk zijn bij hooggevoeligheid. Ja, dat definieert hooggevoeligheid echt. Ja, nou dat is wel fijn dat je dat zo vertelt. Want dan kunnen mensen die meekijken ook een beetje bij zichzelf nagaan. Van, gaat het ook over mij? Ja, precies. Je hebt in je boek overigens ook een mooie checklist en vragen opgenomen. Ja. Waarvan je goed kunt zien of kunt nagaan, gaan deze zaken ook over mij. En die hebben mijzelf ook wel geholpen om dingen te herkennen, zeg maar, in die hooggevoeligheid. Ja. En dan nog een volgende vraag van een andere deelnemer. Is het wat betreft Nederland of Vlaanderen, België, ook verschillend? Wordt dat anders ingevuld, dit begrip? Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag, want dat is inderdaad heel goed om dat eventjes ook duidelijk te benoemen. In Nederland staan de termen hooggevoelig en hoogsensitief, die staan gelijk. Dus dat wordt gewoon als hetzelfde gezien. In België is dat echt niet zo. Zij hebben het eigenlijk over hoogsensitief, dat is hun term die ze gebruiken. En als je het nog verder wil uitdiepen, ze kennen ook de term hooggevoelig. Maar het verschil tussen beiden is dus dat hoogsensitief is de kant waar de prikkels binnenkomen. Bij iemand. Dat is dat hoogsensitieve aspect. En de hooggevoelige kant is meer de wat naar buiten gaat. Dus het emotionele bijvoorbeeld, of de stress, of dus de reactie er eigenlijk op. Dat is een beetje het verschil tussen beide termen. Doen ook onder hooggevoelig, daar scharen ze ook onder, bijvoorbeeld als je een trauma hebt meegemaakt. Nee, want dan kan je ook heftig op dingen reageren, ook gevoelig op dingen reageren, maar dan ligt de basis dus anders. En dat is sowieso altijd, als je op zoek gaat naar ben ik hooggevoelig of niet, is dat het een van de belangrijkste dingen om eerst te checken. Heb ik het altijd al gehad of ligt de oorsprong bijvoorbeeld bij een trauma? Want dan moet je het ook weer heel anders aanpakken. Ja. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of dat het een beetje duidelijker maakt. Het is misschien een beetje een technisch verhaal, maar... Ja, het is wel apart hè, dat dat in verschillende landen toch op een andere manier beleefd wordt of benoemd wordt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met dat in de wetenschap heel veel termen door elkaar heen gehaald worden. Ja. En dan zit je met Engelse termen en dat vertaal je dan weer. En ik denk dat daar ook een oorsprong kan liggen. En dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar iemand uit Vlaanderen kan jouw boek prima lezen? Ja, zeker. Alleen zal die waarschijnlijk wat vaker de term hooggevoelig moeten lezen als hoogsensitief. Oké, okay. Ja, precies. Nou, dat is een goede tip.
Ja. Nou, stel nou, je bent hooggevoelig, je bent HSP'er. Iemand vraagt, hoe leg je dat uit aan andere mensen? Dat zul jij ook meegemaakt hebben als HSP'er. En ja. Hoe leg je dat dan ook op zo'n manier uit dat ze het ook respecteren dat je die eigenschap hebt? Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen in één. Ik denk dat allereerst belangrijk is dat je niet als doel hebt dat iemand het begrijpt. Omdat het heel moeilijk te begrijpen is voor iemand die het niet kent. Als ik bijvoorbeeld uit mijn eigen leven mag geven, mijn vader is niet hooggevoelig, maar die kent mij al jaren. Maar hij vindt dit alsnog een raadsel, sommige dingen van mij. Dat is logisch, want dat kan je niet inleven. Dus ga het niet als doel stellen dat iemand jou gaat begrijpen. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. En het tweede aspect, hoe leg je het uit? Ik denk dat de kern daar ligt dat je van jezelf moet weten hoe het bij jou naar voren komt. Dus hoe kenmerkt de hooggevoeligheid zich bij jou? Waar liggen jouw behoeftes? En ik denk dat het ook helemaal niet nodig is dat je de term hoogsensitief gaat gebruiken. Maar dat je eigenlijk gewoon meer spreekt uit, joh, ik merk dat ik zo reageer op deze situatie en mijn behoefte ligt dan daar. Dan hou je het gesprek ook open en is het ook niet dwingend. Maar heb je wel gewoon heel goed aangegeven wat je nodig hebt. Dus ik denk dat belangrijke dingen zijn. Ja. Dus als ik het goed begrijp, gaat het ook wel heel erg over jezelf kennen. Ja, klopt. En dat is een heel proces. En dat beschrijf ik ook wel een beetje in mijn boek, hoor. Het is enorm jezelf leren kennen. Ja. 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 En van daaruit kun je dus ook wat meer met zelfbewustzijn praten, zoals jij met je vader deed. Ja. Hij zal het misschien niet begrijpen, maar als jij het begrijpt, dan is er wel de vorm van communicatie over mogelijk. Ja, correct. Correct. Ja. Mooi. Nou, wel bijzonder dat je dit vertelt over hoe jij dat dan met je vader deelde. Ja, zeker. Het lijkt me best lastig als je als dochter dat ontdekt. En dat af en toe best wel ingewikkeld zijn geweest. Nou, ik heb een hele fijne vader. Laten we het daarbij houden. Kijk, er zit een verschil in dat iemand je begrijpt en dat hij met je om weet te gaan. Hè? Ja. Met wat je nodig hebt. Ja. Zolang dat aspect aanwezig is, dat iemand, ondanks dat hij het niet begrijpt, toch een respect heeft voor wat je nodig hebt, dan denk ik dat je al heel eind bent. Ja, precies. Nou, ik heb jouw vader en moeder ook leren kennen bij de boekpresentatie. Ja, hele fijne mensen inderdaad. Dat kan ik onderschrijven. Ze helpen zelfs bij de boekverkoop. Dat is helemaal leuk. Ja, ja, klopt. Er was ook een man die een vraag stelde. Mm-hmm. Ook wel leuk, hè? Er zijn vrouwen die meekijken, mannen die ook meekijken. Ik ben zelf een man. Is het heel verschillend, man, vrouw, als het gaat om hooggevoeligheid? Niet qua percentages, dat is gewoon hetzelfde. Er zijn evenveel mannen als vrouwen hoogsensitief of hooggevoelig. Vrouwen zijn er veel vrijer in om erover te praten en om te zeggen dat ze hooggevoelig zijn. Omdat het toch voor mannen een dingetje kan zijn van ja, ik ben hooggevoelig en wat denken ze dan wel niet van me. Dus die is lastiger, maar ik hoor ook mannen die daar geen moeite mee hebben. Dus het is gewoon denk ik heel erg verschillend in welke omgeving je zit en welke mensen je om je heen hebt. Ja. Ja, mooi. Maar goed, we hebben dus een vraag van een man ook binnengekregen, van Gerrit. En die vraagt, wat zijn de positieve dingen die je aan hooggevoeligheid ontdekt? Wat is er mooi aan? Wat maakt het dat je mooi bent, zeg maar, met hooggevoeligheid? Ja, daar kan je natuurlijk een heel lang verhaal over houden in principe. Ik zal daar een aantal dingetjes van noemen, want dat is gewoon heel goed om daar een beetje selectief in te zijn, denk ik. En er kan ook gewoon veel meer over gelezen worden in mijn boek. Dan wordt het ook meer uitgebreid. Maar wat mooi is aan hoogsensitief zijn, is dat je gewoon best wel veel over anderen hebt van nature. Ligt trouwens ook een valkuil, maar misschien komen daar later nog wel vragen over. Maar je hebt oog voor anderen. Je kan heel snel zien wat een ander nodig heeft. En daar kan je dus ook op inspelen. Dus je hebt eigenlijk een heel sterk inlevingsvermogen ook. Het is een heel zorgende aard. Dat is heel mooi.
Wat ook mooi is, is dat je die keuzes doe je echt wel overwogen maken. Omdat je alle voor's en tegen's doe je tegen elkaar afwegen. En niet alleen dat, want dat doen meer mensen natuurlijk. Maar je pakt ook alle aspecten mee van, oké, die persoon zit ook in dit bij deze keuze. En die zit erbij. Oké, hoe gaan al die mensen, hoe gaan we samen tot een keuze komen? Dus je bent, ja, je doet echt wel overwogen die keuze maken. Dus als je een beslissing gemaakt hebt, dan is je ja ook vaak echt een ja. Dus je bent eigenlijk betrouwbaar. Dat vind ik ook wel echt een hele mooie eigenschap. Wat ik straks ook even kort noemde van de diepgaande verwerking, daar doe je dus allerlei eerdere informatie koppelen aan nieuwe informatie. Dit is een heel wetenschappelijk stukje trouwens, hoor, dus dat zeg ik meteen bij. Maar dat zorgt er wel voor dat je soms heel snel verbanden kan zien en dus met hele creatieve ingevingen, oplossingen kan komen. Bijvoorbeeld ook op je werk, hè, en in teams, dat je echt denkt, ja, maar dat zit gewoon zo. Terwijl een ander bewijzen van daar nog lang niet is, maar jij ziet direct wat het verband is. Dus zo heb je als hoogsensitief persoon echt wel hele sterke eigenschappen en kwaliteiten. En dit zijn er nog maar 3 die ik noem. Hm. Ja. Maar wel af en toe wel lastig natuurlijk, als je in een werkomgeving zit of ja. Zo. En jij ziet de oplossing. Ja. En je denkt, hoe simpel kan het zijn? Ja. En anderen zitten daar helemaal niet bij. Nee, die hoor ik ook inderdaad heel erg veel terug. Hm. Dat is inderdaad een beetje het leren omgaan met welke ruimte is er in mijn team? Hm. Hè, dat ik mezelf kan zijn. Moet ik soms dingen gewoon nog even voor me houden? Dat ik het op een later moment inbreng? Doe ik het 1-op-1 aan iemand vertellen? Dat is echt een persoonlijke zoektocht. Maar die hoor ik zeker vaker dat mensen er tegenaan lopen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Nou, dan nog een mooie vraag die binnengekomen is. Je voelt veel van andere mensen ook. Je kunt hun verdriet goed voelen, de pijn van een ander. Dat kan ook een last worden. Hoe ga je daarmee om? Kan je daar wat over vertellen? Wat daarin speelt? Ja. Ja, nee, klopt. Dat gebeurt heel snel. Hè. Dat heeft met dat inlevingsvermogen te maken en met dat zorgende deel. Het is heel belangrijk dat je eigenlijk heel erg bewust blijft van waarom je wil helpen. Is dat omdat jij het zelf wil? Of is het omdat jij het idee hebt dat dat moet? Dat is een van de belangrijke. Dus ik zeg het ook eigenlijk heel vaak tegen mensen. Wat wil jij? En dat is denk ik de allermoeilijkste vraag die je kan stellen aan iemand die hoogsensitief is. Omdat je namelijk altijd gericht bent op de ander. Dus misschien zou ik dat ook meer willen meegeven. Joh, stel de vraag, wat wil jij? Waar ligt jouw behoefte? Ook is het belangrijk om je lijf te blijven voelen. Dus wat geef je lijf aan? Heb je er vrede bij? Voel je spanning in je lijf? Merk je eigenlijk dat je op je tenen loopt? Dus het is ook heel erg bewustwording van je lijf. En ik moet ook denken aan een voorbeeld wat ik in mijn boek vertel over de barmhartige Samaritaan. Waarin je ziet dat hij gaat helpen. Hè? De man die langs de weg is achtergelaten. Maar het mooie is, wat mij dus ook opviel toen ik het aan het schrijven was. En dat was voor mijzelf ook een eye-opener. Hij had tijdelijk de zorg voor deze man. En hij ging weer verder. En ik denk dat dat ook een heel mooi handvat is van, joh, het is super mooi dat je meehelpt, dat je zorg draagt, dat je je steentje wil bijdragen. Maar op een gegeven moment is het ook van, draag het ook maar over aan een ander. Want jij mag soms gewoon een gedeelte vervullen van de zorg. En je hoeft niet alle zorg te doen. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie sleutel is voor mensen. Ja, en dat voelt bij mij ook wel een beetje als dat je leert als HSP'er om steeds meer duidelijk te worden. En misschien soms ook wel een beetje hard. Ben je zelf ook wat harder geworden of duidelijker? Hoe zou je het zeggen? Nou, ik denk niet dat ik het woord hard zou beschrijven of zou kiezen. Maar wel, het woord begrenzen komt enorm bij me naar boven. Ja. Dus dat je eigenlijk jezelf moet bewaken. Omdat je gewoon zo ontzettend van nature over je grenzen heen gaat. Ja. Voor de ander.
dat je dus moet leren, nee, maar dit is mijn grens. Ik moet voor mezelf zorgen binnen deze grenzen. En ik kan ervoor kiezen om er even buiten te gaan, maar ik moet ook weer terug. Ik moet weer naar mezelf. Ja. En dat is de basis. Want als je zelf namelijk niet sterk in je vel zit, of dan kan je anderen natuurlijk ook veel minder stabiel helpen. Dus ja, zelfzorgen is een hele belangrijke ook. Ja. Ja. En wat kun je doen om tot rust te komen of te ontspannen? Want elke HSP'er die herkent het dat er tijden zijn dat het je gewoon te veel is. Dat komt zelfs regelmatig voor. Wat kun je doen aan ontspanning? Ja, dat is ook zo'n leuke vraag die je eigenlijk gewoon per persoon moet bekijken. Maar er zijn natuurlijk in het algemeen wel een aantal dingen die gewoon heel erg kunnen helpen. Hè? Kijk, als we kijken naar de hooggevoelige mens, dan hebben ze vaak heel veel baat aan de natuur. Dus gewoon lekker de natuur in. Wat je ook wel ziet, het creativiteit. Dus gaan tekenen, schilderen. Fysiek dingen doen, sporten. Bidden, hè? God opzoeken. Dus dat je je zorgen of je gedachten met God bespreekt, of met je partner of met iemand anders praat, helpt natuurlijk ook vaak goed. Schrijven. Ja, het is voor iedereen gewoon anders. Maar ik hou voor mezelf een beetje het voorbeeld aan van een accu. En dat je dus heel veel kan geven van je accu. En op een gegeven moment dan loopt dat gewoon steeds leger. En dan moet je gewoon weer aan die accu. Dan moet je weer aan de oplader. En die opladen, dat zijn dus dit soort momenten. En weet je, dat is ook een zoektocht. Want soms weet je niet eens meer waarvan je oplaadt. Omdat je al jaren in het patroon zit van, nou ja, ik werk wel voor de ander. En dan is misschien ook een tip om te kijken, wat vond je vroeger leuk om te doen? Waar genoot je vroeger van? Oh ja. Ja. Ik vond het vroeger heel fijn om met Lego te spelen. Ja. Ja, dus dat zou ik zeggen, ga lekker met de Lego spelen als je moet ontladen. Nee, maar ik maak er een grapje van. Maar goed, het kan natuurlijk wel. Het is even in je eigen wereldje. Ja, nou, ik merkte wel toen onze zoon op die leeftijd was dat hij met Lego ging spelen. Daar ging ik ook weer met Lego spelen. En dan voelde je weer dat Lego gevoel van vroeger terug. Hè? Van hoe fijn is het om inderdaad daarmee bezig te zijn. Dan verlies je alles, alle tijd. Ja. En dat is het dus, hè? Dat je dus eventjes alles verliest en dat je dus eventjes je hoofd kan uitzetten, je gedachten kan uitzetten, alles wat er van je verwacht wordt, dat allemaal even niet meer speelt. En dan, dan zakt alles een beetje van je af. Ja, maar ik hoor je dus ook zeggen, de natuur opzoeken, dat is eigenlijk voor de meeste mensen is dat wel bereikbaar en goed. Ja, douchen, in bad gaan, weet je wel, dat soort dingen, dat heeft vaak ook wel gewoon heel veel... Lekker lang douchen. Nou, als je dat nodig hebt, dan is dat zeker niet verkeerd. Ja. En je stipt het net al even aan, het werk. Ja. Hoe kun je dat HSP zijn goed inzetten in je werkomgeving? Ja, nou kom ik een beetje terug op mijn eerdere antwoord. Dat is het ook een stukje inzicht in jezelf. Weten waar je gaven liggen. Kijk, en iedereen heeft natuurlijk een ander soort beroep. Dus ook deze vraag moet ik vrij algemeen beantwoorden natuurlijk. Maar het is denk ik wel weten gewoon waar je gaven liggen. Misschien ook samen met je collega's en zo bekijken van, hoe functioneer ik nou het beste? Waar ga ik van floreren eigenlijk? Hè? Dus als jij bijvoorbeeld in een kantoortuin moet werken, dan kan ik je eigenlijk al vertellen dat je daar veel minder productief bent dan wanneer jij apart in een ruimte mag werken, omdat daar minder prikkels zijn. Dus het is deels welke gaven zet ik in, maar het is ook deels hoe vorm ik mijn werkomgeving zo dat ik optimaal kan functioneren. Ja. En is het nuttig om tegen collega's ook te vertellen dat je HSP'er bent? Of moet je daar voorzichtig mee zijn? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat dat weer een beetje neerkomt op de vraag die je aan het begin stelde. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je benoemt welke behoeftes je hebt. Als ik ook weer een voorbeeld uit mijn eigen leven mag geven. Ik werk bewust niet fulltime. Omdat ik gewoon weet dat met mijn werk dat is gewoon te intensief. Voor mij persoonlijk. Ik heb gewoon meer balans daarin nodig.
elke gesprek die ik voer, doe 100% of nog meer. En dat kan ik niet een hele week. Dus daar maak ik dan keuzes in. Ik maak ook keuzes in dat ik bijvoorbeeld niet te veel uren achter elkaar werk. Kijk, die vrijheid heb ik in mijn werk. En ik weet dat er heel veel andere banen zijn waarin daar minder vrijheid ligt. Maar ik heb zelf dus ook enorm moeten zoeken in de omgevingsfactoren hoe ik dus goed in balans kwam met werk. Ja. Oké. Okay. En het schrijven van een boek? Ja, wat is de vraag daarbij? Hoe is dat? Is dat voor jou iets waardoor je ontspant? Of is dat iets wat je, waarvan je zegt van, nou, dat is werk, lastig. Kom je jezelf ook weer tegen? Ik vind het enorm leuk om te doen. Ik merk dat ik die uitdaging erg leuk vind om al die informatie te vergaren. En ook op te schrijven van de lessen die ik voor mezelf geleerd heb, maar ook leer tijdens het schrijven. En voor mij is het schrijven inderdaad ook een manier waarin ik helemaal in mijn eigen wereldje zit. Maar tegelijkertijd haal ik heel veel energie uit, maar het kost me ook heel veel energie. Ja. Dus daar is ook weer balans zoeken, want het liefst zou ik de hele dag doorschrijven. Maar ik weet gewoon, ik moet gewoon na elk uur even pauze houden. En dat is voor mij dan ook weer een uitdaging. Dus weet je, iedereen heeft zo zijn uitdagingen, ook al heb je ook een talent. Dat, ja, blijf steeds balans zoeken. Nou ja, en dan schrijf je een boek en dan word je ook nog gevraagd voor een interview. En dan word je ook nog gevraagd voor een webinar en zo. Ja. Ja. Nou ja, goed, weet je, vandaag ook... het is niet dat ik vandaag op het meest optimale ben, maar we hebben wel samen een oplossing gezocht waarop het wel kon. En dat is dus dat creatieve en het zoeken en het, wat denk ik ook meer hooggevoelige mensen zullen herkennen, van het is soms een beetje tegen de stroom inzwemmen, dat je soms andere keuzes moet maken. En dat is niet altijd makkelijk, ja. Maar het kan wel. Ja. Ja, wat dat betreft is het wel hoopgevend hoor, wat je allemaal vertelt en ook wat je geschreven hebt in je boek. Ja. Dat vind ik zelf ook wel heel mooi aan jouw boek, dat mensen er ook hoop van krijgen. Ja, en dat vind ik heel erg belangrijk, want altijd, eigenlijk echt alle boeken zijn allemaal gericht op wat er niet goed gaat. Of wat niet fijn is aan hooggevoeligheid. Ja. En dat erken ik ook, hè, want er zijn ook aspecten die niet fijn zijn en dat heb ik zelf ook. Maar ik denk dat we gewoon echt niet uit het oog moeten verliezen wat de waarde ervan is. Want God heeft ons gewoon hooggevoelig gemaakt. En net zoals de diamant, het is echt kostbaar. En het heeft echt veel meer waarde. En waar ik nu ook aan zit te denken is van... Nou zijn er meer mensen hoor. Maar wat ik bijvoorbeeld mooi vind, hooggevoelige mensen durven vaak ook... emotioneel te zijn of kunnen emotioneel zijn. Kan ook heel ongemakkelijk zijn. Daar zie ik ook echt heel veel tieners en zo van. Die denken, ik wil dit helemaal niet. Maar ik vind het eigenlijk ontzettend mooi. En dat benoem ik ook in mijn boek. Van joh, wij mogen de wereld best laten zien dat emoties er mogen zijn. Laten we daar vooral een voorbeeld in zijn. Emoties vertellen ons enorm veel. Dus het is een tegenhanger tegen ook het hele verstandelijke van onze maatschappij. Ja. En je komt vaak echt tot harten. Want emoties zijn veel meer gelinkt aan je hart dan al je argumenten. Ja. Dus je komt sneller tot diepgaande gesprekken. Mooi. Ja, dus ik zit lekker op de preekstoel, maar ik, ja. ik vind het wel leuk om zo te vertellen. Ja. Ja. Nou, je noemt ook God, maar wat opvallend is aan je boek is dat de achterkant begint ook met God. Ja, eens. Dat is wel, ik heb best wel veel boeken over hooggevoeligheid uitgegeven. Ja. Dit is echt het eerste boek waar je heel expliciet ook de verbinding legt met God zelf. Ja. En ook met Jezus, ook zijn eigenschappen. Ja. Dat maakt jouw boek wel bijzonder, denk ik, hè? Ja, zeker. Nou, maar dat aspect zocht ik ergens ook en dat ontdekte ik per toeval. Ik denk, wij zijn naar zijn beeld gemaakt. En als er 1/5 van de mensen hooggevoelig is, dan wat zien we dan terug bij God, hè? Van hooggevoeligheid. En ik zeg niet dat God hooggevoelig is, maar ik zie wel dat er bepaalde eigenschappen zijn van God die
nou ja, echt wel op het hooggevoelige lijken. En dat heb ik wel willen beschrijven, ja. Ja. Ja, dat vind ik heel mooi van je boek. Ja. En dat was ook voor mij een van de redenen waarom ik zei van, nou, dit boek gaan we uitgeven. Ja. Daarin is het bijzonder. Dus. Ja. Maar nog even een paar vragen. Je noemde het net al eventjes dat HSP'ers kunnen heel diep voelen. Dat kan lastig zijn. Iemand vraagt, wat moet je dan kiezen? Kies je dan voor vooral verder gaan in dat dieper voelen? Mm. Of kies je soms ook wel eens voor een vorm van medicatie om wat minder te willen voelen? Ja, ja. Ja, ik snap beide. Beide keuzes heel goed. Ik denk dat ze beide oké zijn. Hoe ik in mijn werk er ook vaak naar kijk, is van in hoeverre beperkt het jouw leven? Als het je leven heel erg gaat beperken, dan kan je denk ik wel gaan overwegen om met een arts of een psycholoog dus te overleggen, joh, zou medicatie iets voor mij kunnen zijn? Maar het is niet zo dat ik per definitie zeg, joh, je bent hooggevoelig aan de medicatie. Dat hoor je mij echt niet zeggen, want ja, die gevoelens mogen er ook gewoon zijn. Maar het heeft denk ik gewoon echt te maken met in hoeverre het je leven beperkt. Ja. Ja, en de situatie is allemaal weer heel erg persoonlijk. Dus ook dit moet ik weer heel algemeen houden, dit antwoord. Ja, ja. Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad, dat niet zomaar op nee. Iedereen van toepassing is. Nee. Maar dat dilemma kan er dus wel zijn. Ja, en het kan ook echt heel veel baat hebben hoor, om aan de medicatie te gaan. Dus je hoort echt best wel veel mensen die keuze gemaakt hebben en dat ze daar heel blij mee zijn. Ja, precies. Ja. Dan nog een hele ingewikkelde vraag, denk ik, van Carlijn. Kun je een goede moeder zijn als HSP'er? Lastig. Nou, inderdaad. Dat is een heftige vraag eigenlijk. Ja, ik weet de achtergrond niet. Er zult waarschijnlijk gewoon een heel verhaal achter zitten. Dus ik... Het is voor mij een beetje dan gissen welke kant ik op moet natuurlijk. Ik denk dat ze een beetje doelt ook op van dat ze dus snel misschien overprikkeld raakt. Of dat ze snel vermoeid is. En dat ze daardoor, dat het dan heel zwaar is misschien om een kind op te voeden. Maar dat is alleen maar gokken. Maar ik wil hem dan eigenlijk positief insteken. Ik denk van, joh, weet je, als ik ook kijk naar de kinderen die ik begeleid op mijn werk. En de ouders. Het heeft zoveel meerwaarde als je als ouder een voorbeeld kan zijn van jouw kind. Dus jij bent hooggevoelig als ouder. En hoe ze dat kunnen laten zien aan hun kind. Van, hoe ga jij ermee om? Ga jij ermee om als dat het iets moois is, iets waardevols? Of ga je er inderdaad mee om van, oh, het is heel zwaar en heel moeilijk? Daar zit denk ik een aspect. Ik denk dat het heel mooi is dat je als ouder kan laten zien, joh, ik heb gewoon soms even tijd voor mezelf nodig. Dat een kind leert, je mag grenzen stellen. Of, ja, weet je, in die trant. Dus dat je echt een voorbeeld mag zijn. En natuurlijk, je hebt je struggelingen. Want vaak heb je ook wel dat je bijvoorbeeld moeite hebt juist om je grenzen aan te geven. Maar, nou ja, dan heb je het met je kind erover. Ik vind dat ook lastig. Hè, dus dat je die verbinding heel erg zoekt. En dat het kind zich ook niet alleen voelt staan. Dus dat juist degene die heel dichtbij staat, dat die hem ook snapt. En dat vind ik juist mooi aan het feit dat je hooggevoelig moeder kan zijn. Of vader. Ja. Ja. En naar kinderen toe, hoe ontdek je dat je kind hooggevoelig is? Oh, dat is een leuke. Ja, weet je, ik zie het direct. Ja. Maar ja, het is dan heel lastig te omschrijven wat ik natuurlijk zie, hè. Ik zie het eigenlijk meteen al haast bij de geboorte. Aha. Kan ik het vaak al zien. Je ziet het vaak aan een hele alerte blik. Je ziet het soms aan dat kinderen gewoon moeilijker in slaap vallen. Dat ze heel gevoelig zijn voor licht of geluiden. Dat ze, het kan echt van alles zijn. Maar dat je gewoon denkt, hey, dit kindje is wat gevoeliger dan een gemiddeld kind. Ja. Maar ik heb in mijn boek daar ook een hele lijst in staan met allemaal kenmerken en dingen die eventueel kunnen spelen. Ja. Die zal ik nu niet allemaal noemen. Ja, dat is mooi om inderdaad in je boek te kunnen bekijken.
Ja. En lichamelijk, als het gaat om bijvoorbeeld huidklachten of darmklachten, kom je dat ook vaak tegen? Ja. Eczeem komt redelijk wel wat voor, inderdaad. Even denken wat er verder nog veel voorkomt. Je ziet wel dat op sensorisch vlak dat je vaak wat meer gevoeligheden hebt, inderdaad. Dus wat ik bijvoorbeeld zelf ook heb, is dat ik het niet fijn vind om bijvoorbeeld deeg te kneden. Ja. Omdat mijn handen dan vies worden. Dat vind ik niet prettig. Nou, dat is verder geen probleem. Maar ik bedoel, dat is een sensorisch dingetje. Want er zijn ook gewoon die... het is ook heel standaard dat je last van labeltjes hebt in je kleding. Ja. Of noem maar op. Dat kan ook allemaal spelen. Ja. 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 Maar dat is dan niet dat het je dagelijks leven enorm beïnvloedt. Maar het zijn gewoon kleine aspecten die dan ook aanwezig zijn. Ja, ja. Mooi. Nou, ik denk dat we zo langzaam een beetje naar een afronding toe gaan. Maar hier komt nog een hele pittige vraag. Dat gaat over schuldgevoel. Want, kijk, soms is het gewoon goed om jezelf wat meer dus toch op die eerste plek te zetten. Maar dan kan het wel wat schuldgevoel opleveren natuurlijk. Van, mag dat wel? Ja. Dat zal vast ook een dilemma zijn. Ja, zeker. Omdat dat dus tegen je natuur ingaat. Je natuur zegt de ander. Je focus ligt op de ander. En ik denk dat bij deze vraag denk ik het antwoord is focus op Jezus. Ik heb in mijn boek ook een stukje geschreven over van hoe ging Jezus hier nou mee om? Ging hij altijd mensen helpen of koos hij soms ook voor zichzelf? En Jezus is ons voorbeeld. Dus laten we vooral zijn voorbeeld volgen. En ik kan dan natuurlijk wel zeggen dat Jezus niet altijd iedereen bleef helpen. En hij koos ook echt voor zichzelf. Dus hij geeft ons het voorbeeld dat we ook voor onszelf mogen kiezen. En dat denk ik ook juist heel belangrijk is. Want als we dat niet doen, ben je op een gegeven moment op. En dan valt er weinig nog te helpen. Dus het is denk ik een heel mooi iets om na te volgen. Ja, mooi. Ja, dan ga je ook in je boek uitgebreid schrijf je daarover. Ja. Dat, dat kan ik nog vertellen inderdaad aan de mensen die meekijken. Ja. Nou, nog één dingetje. De schermtijd. Kijken naar een beeldscherm. Je telefoon. Is dat voor HSP'ers ook iets om goed rekening mee te houden? Niet te veel te doen of niet 's avonds? Nou, ik weet niet zozeer of dat in het algemeen anders is dan bij andere mensen. Het is wel zo natuurlijk dat hoe meer prikkels je binnenkrijgt, ook via een scherm, dat natuurlijk je sneller vol raakt. Wat wel wordt geadviseerd in het algemeen is inderdaad dat als HSP, als je een beetje in slaap wil kunnen vallen, dat je niet te kort op dat je gaat slapen inderdaad nog allerlei intensieve dingen gaat kijken of gaat doen. Ja. Dus vaak zeggen ze dan ook 2 uur van tevoren afschakelen. Dan ga je gewoon lekker douchen of dan ga je een boek lezen of ik weet niet. Maar, of kleuren. Ja. Maar niet meer te veel nieuwe informatie. Ja, nou zullen we dat de kijkers dan maar gewoon even toewensen. Kunnen. Ja, inderdaad. Dat ze op een gegeven moment het scherm ook vooral weer moeten uitzetten. Ja. En dan hebben we denk ik nu lang genoeg van hun tijd gebruik gemaakt. En ik vond het heel fijn dat zoveel mensen naar je hebben willen luisteren en kijken. Ja. En heel erg hartelijk dank dat je dit over je boek met ons wilde delen. Ja, ik vond het leuk. Dus nogmaals, dit is je boek. En de tweede druk is inmiddels verschenen en verkrijgbaar. En daar kun je nog veel meer lezen over wat Marit weet en wil delen over hooggevoeligheid. Dus heel hartelijk dank. En ik wil alle mensen die kijken en gekeken hebben naar deze webinar heel veel succes wensen met hun gevoelens.